leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik sta op stal waar Lika altijd heeft gestaan. Als je zo kijkt, zul je het misschien een beetje herkennen. Maar Lika staat hier natuurlijk niet meer. Als je mijn Instagram in de gaten hebt gehouden, dan weet je dat hier twee trainingspaarden staan. Raven, een 3-jarige merrie die ik moet gaan beleren. En Phil, een 4-jarige merrie, die moet ik ook gaan beleren. Alleen die zit nog in een opbouwfase na een blessuretijd. Dus die mag nog niet zoveel. Maar die staat een maandje hier en daar ben ik vast een beetje mee begonnen. Raven heeft voor het eerst rond zadel gedraafd. Daar hebben we helaas nog niet op film staan. En Phil kan verder nog niet zoveel, want die mag nog niet zoveel draven. Die staat wel lekker buiten in de paddock. Maar het is vandaag echt zeik weer. Het is alleen maar aan het regenen. Sinds de middag gelukkig, want ik heb heel de dag buiten moeten werken. Dus ik ben blij dat het nu pas regent, want ik ben net klaar. Maar waarom ik deze video open? Ik heb dit weekend wedstrijdweekend met Indu. Hij mag vanavond mee dressuren in Vinkel. Morgen mag je mee op springwedstrijd in Nijkerk. Daarna Nijkerk gaan we gelijk door naar Roxana rijden we door. En dan hebben we daar, moet ik daar zondag heel de dag clinic geven. En daarna heb ik nog een crossles met Indu. Een druk weekend dus, maar ik begin hier nog even op stal. Ik moet even de bakjes vullen. Ik ga de paarden even binnenhalen, want het regent. Of ja, ze zijn helemaal nat geregend. Dan laat ik Raven en Phil allebei even zien. Ze zijn denk ik vandaag vrij. Ze hebben afgelopen week al best veel gedaan. En ik pak ze zondagavond allebei nog even. Als ik terugkom van Schuine Sloot. Want morgen en zondag ben ik dus heel veel dag van huis. Dat gaan we doen vandaag. En ik neem je uiteraard het hele weekend weer mee. Hopelijk vinden jullie dat leuk. En wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, ik ben vanmiddag bij Drunus Ruiterhuis geweest. Daar heb ik een air jacket gekocht. Echt een rip uit mijn lijf. Maar wel heel belangrijk. En ik had hem echt nodig. Aangezien ik toch best veel cross en ook best veel spring. Ik heb veiligheid wel het belangrijkste. Dat laat ik daar thuis wel even zien, want dat ligt in de auto. Ik ga in ieder geval de paarden even binnenhalen, de bakjes vullen en dan neem ik jullie daar even mee. Ga ik ook buiten. Ja. Het droogt dus nou. En dit was de stal van Lika. En hier staat liever Phil. Zullen we een luikje openmaken voor jou? Hopla. Hey Philly. Dag snoetje. Dag snoetje. Nou, dit is dus Phil. Een beetje nat geregend. Er zat wel een dekentje op, maar die hebben we lekker af, want het is best warm. Hi, doetje. Hallo. En Phil is dus de 4-jarige Mary. Knap ding, hè? En dan gaan we naar de overkant. Hier staat Raven. Raven ook even... Ai, zijn lekker te eten? Normaal gesproken met dit weer zijn ze eigenlijk gewoon lekker heel de avond buiten hoor, tot 9 uur. Maar ja, alles nat. Dus, ai, toetje. Ai, kom je ook even kijken? Kom je ook even kijken? Ja. En Raven is dus 3. Vind je dat lekker hè? Oh, kriebels. Heb je kriebels hier? Met het weer kan ik niet heel veel meer doen, dus ik pak ze dan zondag weer bij. Morgenochtend kom ik dan nog wel even hierheen, maar dat is voor jullie ook niet zo boeiend. Maar dat hebben jullie ze even gezien. Ik ga nou naar huis. Indu even verzorgen. Ruim ik al hier aan. En dan zie ik jullie dadelijk. Eten. Lekker hè? Ik ben echt blij met die 0.0, want dan kan ik jullie tenminste iets beter beeld laten zien. Maar ons zand is geel. Het is dus wel droog, waar ik heel blij mee ben. Maar als het zand vochtig wordt, krijg je gele paarden. Dus hij is daar, sorry voor mijn getril, helemaal geel. En dit paard moet dus over een paar uur mee op wedstrijd. En ik moet hem dus wassen en knotten. Dus dat moet ik straks even gaan doen. Maar het is nu bijna 6 uur volgens mij. En ik moet pas om 9 uur op mijn paard zitten. En het is 10 minuten rijden met de trailer weer, dus het is weer lekker dichtbij. Dus ik heb nog even, ik hang nog even een hoornet op en ik ga hier even de stoep schoonmaken, want het is helemaal vies. En dan ga ik daarna in de wassen, knotten, kan die opdrogen en dan moet ik mezelf nog even omkleden. De proefjes even uitprinten en doorlezen, dan is die hopelijk ondertussen droog. En dan gaan we richting de wedstrijd. Tussen omgekleed en wel en mijn knot zit erin. En ik ga even de trailer aankoppelen en dan kunnen we zo gaan. Thank you.
We staan in het zonnige Nijkerk en ik heb net al een rondje gereden. Ik heb Eva bij, die kwam even helpen. Ik kom hier helemaal niet uit de buurt, het is een uur rijden. Maar ik ga hierna door naar Roxana, naar Schuine Sloot. En ja, dat is vanaf hier circa iets meer dan een uurtje, maar vanaf thuis is het dik 2 uur rijden met de trailer. Dus toen dacht ik, nou dan rijd ik na deze wedstrijd door. En zoals je ziet, ik heb echt een bezweet hoofd. Het is warm. Maar goed, ik heb dus net een rondje 1 meter gereden. Het ging heel erg goed. Zoals stijlpunten, ja, ergens in de 80, dus zeer goed. Nou rijd ik de meter niet meer voor punt, maar het was heel even om ritme te krijgen. Want eigenlijk zat ik nog een rondje 1:10. En toen mocht ik barrage rijden en dat ging super goed totdat de laatste in. Dus er was nummer 9 en dan nu vanaf de andere kant. En er stonden palmboompjes naast. En in u was al een beetje kijkerig op die palmbomen met het in de ring rijden, zeg maar. Nou, dus hij bedacht zich op het laatste moment dat hij toch niet eroverheen wilde. En ik dacht, je gaat eroverheen, dan maar uit stilstand. Dus dat ging, maar ja, het telde wel als weigering, want hij in eerste instantie dook een beetje opzij. Dus dat was jammer, want ik denk dat ik anders in de prijs had gereden. Nou zijn we even aan het wachten tot ze gaan ombouwen voor het 1:10. Dat duurt nog wel even. Want het is nu 12:30 en de planning was dat ze beginnen om 12:45 met het 1:10. Dus we laten hem even lekker grazen. Zijn zadel zit op, maar hij heeft zijn hoofdstel af. Kan ik even op adem komen in u ook. En dan rijden we daar nog rondje 1:10. Zoals je ziet heb ik mijn cap op. Ik heb eigenlijk mijn kastcap voor wedstrijden, maar ik vind deze echt super fancy. En ik heb voor het eerst een air jacket aan. Die heb ik gisteren gekocht. Een rip uit mijn lijf. Maar ik voel me wel heel fijn zitten. Ik heb er geen last van. Dus wij gaan even lekker in het zonnetje chillen. En dan zien jullie straks mijn rondje 1:10. Ja, echt? Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Ja, kijk, dat is super.
Ja, nou ja, ik kan het niet met koud water laten wassen. Oh nee, de andere kant. Oh, heel simpel. Oh, lekker jongen. Je bent zo lomp met die benen. Ja, het is ook een groot gevaarte, is het. Ondertussen zijn we aangekomen in Schone Sloot en Indus staat lekker op de paddock. Hè? Hij wilde lekker gaan rollen volgens mij. Is hij net de wedstrijd al wel gedaan. Ja, gaat eigenlijk nog een keertje. Ik merk wel dat Indus een beetje moe is. Dus ik had net al geappt dat ik morgen geen uurles wil doen, maar gewoon een half uur. Een half uurtje crossles. Dus voor nu ook wel even prima aan het hebben. Van de winter wel een paar keer gelest en dik echt een uur en veel gedaan. En nu is een half uurtje wel even goed, want anders ben ik bang dat hij echt gewoon net iets te moe is. Want het was vandaag best warm op de wedstrijd. En ik had net ook het idee dat hij echt wel een beetje moe is. Hij heeft natuurlijk gewoon 3 rondjes moeten lopen, van nou ja, 2,5, waarvan 1 barrage dan natuurlijk. Hij mag het een beetje rustig aan doen nu. Maar ja, goed, we hebben morgen, pas eind van de dag, eind van de middag hebben we pas les. Dus hij kan er voorlopig nog even bij komen. Maar ja, hij moet vannacht dus ook weer hier slapen. Nou is hij ook eerder hier geweest, dus hij zal het vast wel prima vinden. Maar ik wil hem ook niet helemaal overwerken natuurlijk. Ik ga lekker even alle spullen uitpakken. Of nee, alles. Ik laat meer een deel in de trailer liggen. Maar wat spullen opruimen en even mijn tas op orde maken. Crosslessen zijn net klaar en ik ga nu Indu opzadelen voor mijn eigen les. Ik ben echt een beetje moe, maar goed moe, zeg maar. Voldaan moe. Het is nu 2:30 geweest. De crosslessen waren tot 1 uur, dus ik heb net even gegeten. En dan ga ik Indu even halen. Gaat hij lekker te eten? Ik leg nog zijn hoofdstel aan en voor de rest is hij helemaal klaar. En ik ook. Oh, lekker jongen. Oh. Voorzichtig. Kom maar lekker eten. Nu ben ik officieel kapot. Ik heb net 1,5 uur crossles gehad. En echt even gewerkt aan waar het in Kronenberg misging. En ja, eigenlijk gewoon heel erg fijn gereden. Even echt in de op gezegd van nou, de enige keus is nu erover. Want hij loopt nou gewoon een beetje met mij te schrikken. Maar dat moet je echt afleren. En dan moet ik leren te rijden. Dus ik ga even snel een zooi opruimen. Dat is 1 grote bende. Eerlijk heb ik Indu dus even op de pad opgezet. Die heeft lekker gerold. Kan even rustig eten. Kan ik even rustig spullen opruimen. En dan kan ik wel zo snel mogelijk gaan. Want voordat ik in de auto zit is 4:30. Dus dan ben ik pas tegen 5:30, 6:00 thuis. Dus ik ga gauw nog even aan de gang. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Lekker gevarieerd. En dan zie ik jullie weer bij de volgende keer. Dus laat even weten wat jullie ervan vonden. En tot de volgende. Doei doei.